Ellen ten Damme legde begin vorig jaar een verklaring af bij de politie over een nare ervaring met Ali B, om die vrouwen van T-Voice te steunen. Er is nu een momentum om het fenomeen van mensen die denken dat ze maar alles kunnen maken door status of geld. Dat is wel goed om dat een halt toe te roepen een keer. De nare ervaring zou hebben plaatsgevonden tijdens de opnames van het tv-programma Ali B en de muziekkaravaan. Ze zegt niet wat er precies gebeurd is, maar was daarna wel in de war. Ik ben weken bezig geweest met, wat zal ik ermee doen? Ik was kwaad, als iemand vlak daarna doet alsof zijn neus bloedt, alsof het heel normaal is. Na het incident volgde er een zware tijd voor Ellen, vertelde ze eerder. Jij bent in de war en vraagt je af, wat moet ik hiermee? En hij doet alsof er niets aan de hand is. Hangt de popiopie uit. Ik dacht, wat ben jij een? Je hebt totaal niet in de gaten waar je mee bezig bent. Ik heb er ook wel iets van gezegd. Ali wordt in deze kwestie vervolgd voor verkrachting, meldt het AD nu. Ellen heeft geen aangifte gedaan, dus het OM heeft op eigen houtje besloten om deze zaak op te pakken. Ten Damme werd enkele weken geleden wel op de hoogte gebracht van het besluit van het Openbaar Ministerie. Ene met twittert het toe te juichen dat Ali hiervoor alsnog wordt gepakt. Godzijdank zijn we voor dit soort zaken niet afhankelijk van een slachtoffer dat eerst aangifte moet doen. Pak die hufter maar aan en gooi de sleutel weg. Gisteren werd bekend dat zowel Ali B. als Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor wangedrag binnen en buiten T-Voice. Bij Ali gaat het om zedenfeiten bij 3 vrouwen, waaronder dus Ellen, en bij Jeroen om 1 vrouw. Beide heren hebben onthutst gereageerd op de vervolgingsbeslissing.